Op juwelier Ferdinand Sanders in winkelcentrum Woensel is vanmiddag rond 1:30 een overval gepleegd. De drie daders kwamen de winkel binnen en bedreigden het personeel met een voorwerp dat op een vuurwapen leek. In de winkels zijn vitrines vernield en de daders zijn met enkele sieraden er vandoor gegaan. De politie is nog op zoek naar de drie mannen.